Ja hoor, daar zijn we weer in mijn server, de play.harmserver.nl. Ja, we hebben afgelopen weken echt enorm veel de vraag gekregen of we de server konden uitbreiden met nieuwe game modes. En na het succes van de survival willen wij het ook echt gaan uitbreiden. We willen meerdere game modes gaan toevoegen en we zijn er echt druk mee bezig. Het team is echt hartstikke druk bezig. Check bijvoorbeeld deze nieuwe lobby. Ja, ja, is de nieuwe lobby. Ja, eigenlijk is het de lobby van mijn oude server. We vonden het leuk om die terug te brengen. Dit geeft me toch wel die goede oude tijd. Hoor. En voor de mensen die op de server spelen, die wisten het misschien ook al, Skywars zou uitkomen. En vandaag is dan de release. Er staat nog momenteel een onderhoud, omdat die echt, hij is echt letterlijk net open. Echt een paar uurtjes, twee uurtjes of zo. Dus er zitten echt nog maar een paar mensen in en ik heb al best veel gespeeld. Check die leaderboards dan even, kijk eens even aan. Ik sta gewoon bovenaan en ik sta hier op tweede. Met aantal kills, 48 kills heb ik al. En ik heb al 9 wins. En hier sta ik, oh, dit zijn de losses. Oh, 19 losses, dat is niet zo goed. We kregen ook ontzettend veel de vraag of we ranks wilden toevoegen. En hier hebben we even goed over nagedacht. En die hebben wij toegevoegd, jongens. Ja, ja, we hebben ranks toegevoegd. Er zijn op dit moment 4 ranks in de server te verkrijgen. Zo, ik ben even gerielig. Want de allereerste rank heb ik momenteel aangezet. En ik doe even een test. En kijk eens even. Maat staat er voor me nou. Kijk, als je de eerste rank hebt, dan ben je gewoon een maat, weet je wel. Super cool. Je hebt een wit naampje in plaats van een grijze. Dus dat is gewoon een kleine upgrade. Het is ook de goedkoopste rank natuurlijk. Je hebt natuurlijk als allereerste rank heb je maat. Dan denk je, wat is dan de volgende? Dat zijn natuurlijk de gozertjes. De echte gozertjes van de server. Dus als ik nu hoi zeg, heb ik de gozerrank. En deze is lichtelijk geel-oranje. Ja, het is gewoon oranje. Hoe kom ik op lichtelijk geel? Dus dat valt al iets meer op in de chat. En je naam is natuurlijk ook mooi wit. Dus dat valt heel mooi op boven al die grijze naampjes. Na de maat en de gozers heb je natuurlijk de echte knapen. Ja, dat zijn de echte mensen. De echte knapies. Kijk, dat klinkt dan gelijk een stukje beter als je een knaapje bent. Dus als ik nou hoi zeg, dan ben ik een knaap. En dit is mooi donker rood. Mooie volle kleur. En het leuke aan deze rank is dat je je eigen naam ook nog een kleur kan geven. Dat komt nog in de server. Dus je kan echt elke kleur voor je naam kiezen. Dus dat maakt het echt 10 keer zo vet natuurlijk. En dan de allerlaatste rank. Jullie zijn waarschijnlijk heel nieuwsgierig wat die laatste rank zou zijn. Nou, ik denk dat jullie het ook wel konden gokken. Na de knapen heb je natuurlijk de ultieme makkers. De echte makkers natuurlijk. Dat is de ultieme rank. Als ik nou hoi zeg, heb ik een mooi dik gedrukt naampje ervoor. Zoals je ziet, makker is niet dun gedrukt. Het is dik gedrukt. En het is mooi lichtblauw. Ook hierbij kan je eigen naam een eigen kleurtje geven. Wat voor kleur je dan ook maar wil. En als ik volgens mij iets typ. Kijk, mijn chat is... het is wit. Het is niet grijs. Het is wit. Dus als je iets zegt. Als ik bijvoorbeeld zeg bla 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 bla. Als ik dit zeg. Kijk, dan is het wit. Dan is het niet grijs. Normaal gesproken als je het stiept, dan is het grijs. En dat heb je ook bij de vorige ranks. Is het allemaal grijs. Behalve bij de makker rank. Dan heb je gewoon een leuke witte chat. Val je eigenlijk gewoon 10 keer zo erg op. Dus dat is gewoon super vet. En je vraagt je af. Wat heb je verder aan deze ranks? Dan moet je maar even op de website opzoeken. Echt zo belachelijk veel dingen. We hebben nu bijvoorbeeld allemaal cosmetics in de lobby. We hebben gadgets. Dan heb ik, weet ik veel. Kan ik TNT aanklikken? Kijk, iedereen heeft ook een standaard iets. Nou, je hebt bijvoorbeeld TNT. Je hebt zoveel vette dingen. Je hebt mounts. Nou, ik wil bijvoorbeeld even op een slime zitten, jongens. We gaan even op die slime zitten. Ja, dat soort dingen krijg je natuurlijk allemaal met die ranks. Ik zit nu bijvoorbeeld op dit moment op een draak. Kijk dan hoe sick dit is als je dit in de lobby hebt. Dat is toch insane. En dan heb je ook nog emotes en bijvoorbeeld music. Ook echt super vet. Je kan gewoon een vet random nummer aanklikken. Dus bijvoorbeeld Sandstorm. Oh, wacht. Dus ik moet even iets hem hierheen. Kijk, nu gaat hij The Root Sandstorm afspelen. Dat hoor je ook gewoon. Het is toch hartstikke mooi. Het is toch geweldig. Het is toch hartstikke mooi. En iedereen gaat hier lekker omheen chillen. Ze denken echt, wat is dit nou weer? Ja, particle effects natuurlijk. Gadgets. Je hebt echt alles. Je kan zelfs een pet aanzetten. Dus dat zijn allemaal van die nieuwe dingen die we hebben toegevoegd. En natuurlijk Skywars als nieuwe game mode. We willen natuurlijk steeds meer nieuwe game modes toevoegen. Hé, wacht. Is dat mijn pet nou? Ja, dat is mijn pet, hè. Waar is hij nou? Oh, hier is hij. Mijn kitten. Oh, wat cute. En verder krijg je nog zoveel andere dingen bij die kit. Je kan bijvoorbeeld crates openen in Skywars. Dat is ook wel heel erg vet. Je moet gewoon even de website checken. Je krijgt er echt absurd veel dingetjes bij. En je kan die ranks maandelijks kopen, maar je kan ze ook lifetime kopen. Dus het is maar wat je zelf wil. We willen jullie graag die keuze daarin geven. Je hoeft natuurlijk ook niks te kopen. Dat is lekker aan jou. Ik ga vandaag in ieder geval lekker met de makker rank spelen. Super chill. Ik kan nog niet een gekleurd naampje kiezen. Dat komt er nog in. We gaan nu even lekker een potje spelen. En als je rank hebt, kan je natuurlijk ook foto op allemaal dingen. Ik heb nu bijvoorbeeld OP kisten aan. Dit is ook heel erg leuk. Projectielen zet ik geen projectielen aan. Dus dan heeft niemand eggs of snowballs. Super chill. Anders wordt het echt zo'n campotje. Je kan hartje stemmen.
tijd stemmen en je kan een finale stemmen, want we hebben ook een finale erin. Als het bijvoorbeeld te lang duurt, dan kan je bijvoorbeeld allemaal van die dingen aanzetten. Super vet. Ja, ik heb net dus al lekker wat potjes lopen spelen. En ik zeg eerlijk, dit is echt oprecht de tofste Skywars die ik ooit heb gespeeld. Het is super vet. De items die je in de kist hebt zijn ook echt very nice. Kijk, niemand heeft nu natuurlijk arrows. Je kan wel een boog vinden, maar je hebt geen arrows, omdat ik dat heb uitgezet. Maar ik heb natuurlijk die kit, dus ik heb het wel. Ik heb namelijk de bow kit aangezet, dus dan krijg je wat arrows erbij. Dus niemand verwacht dat waarschijnlijk, dat ik dat nu heb op dit moment. En ik heb golden apples. Oké, we gaan ervoor, jongens. Let's go! Even al mijn hout mooi zo omzetten. Let's go. Kijk, deze gozer hier heeft waarschijnlijk niet door dat ik een boog heb met arrows. Dus dat gaan we even mooi tegen hem gebruiken. Oh, Joop. Oh, Joop. Oh, hij zag het. Hij zag het. Nee, hij zag het. Oh, dat is na. Dat is heel na. Ja, ik wil hem er echt afknallen, jongens. Hij moet... Ja, hij wist het. Hij wist het dus wel. Misschien heb ik hem zo net ook al een paar keer daarmee gekild. Ja, oh, en er komt iemand achter hem. Ja hoor, hey, later dude, later dude. Oké, ik ga er gauw, ik ga me ermee bemoeien, ik ga me ermee bemoeien. Jij eraf, jij er als eerste af. Met z'n twee op mij, dat gaan we niet doen. Hop, jij eraf. Oh, nee, en hij met me erop. Oh, de safe, de safe, de safe. Oh, nou is... Hoe ging ik daar niet af, dude? Echt insane. Okay, er is hier al iemand op het midden. Ja, je kan dus ook enderpuls krijgen in OP game mode. Dat is wel een beetje een nadeel, hoor. Want die heb ik niet. Jongen. Oh, nee, 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 nee. Don't do that. Don't do that, man. Don't do that. Kijk, ik weet niet of hij doorheeft dat ik dus een boog heb. Dus ik zou zeggen... Oh, de kist zijn gerefilled. Ja, dat is ook nog een dingetje. Maar ik wil eigenlijk die kist niet eens looten. Want hij komt sowieso naar me toe, deze man. Oké, ik pak golden apples. Oh, dit is zo spannend. Oké, wat visies. Ik heb ook lava, dat ga ik ook sowieso even gebruiken zo meteen. Oh, gouden looten, gouden looten, gouden looten. Oh, hij komt sowieso of niet. Oh, nice, ik heb hem ook nog. Insane, jongens, dat was heel erg nice. Ik heb nog 4 arrows over, dat zijn echt de laatste arrows. Ik kan ze natuurlijk niet meer vinden. Oké, even kijken, is dit protection 4? Nee, is protection 2 dit? Protection 2, ja, oké, ik heb het beste op dit moment gewoon aan. We gaan even lekker een eilandje verder, want hier kan ik ook nog gaan looten. Want de kisten zijn natuurlijk gehervuld. Is dat een woord, gehervuld? Nee, hervuld. Het is niet gehervuld, dat slaat echt helemaal nergens op. Ik moet even mijn kopje erbij houden. Oké, een nieuwe boog. Wacht, ik heb nu een punchboog. Ja, ik heb liever punch, want dan kan je iemand eraf knocken. Dat is gewoon heel erg leuk. Oh, die lava ga ik zo meteen ook echt gebruiken, hoor. Dat gaat wel even gebeuren. Als jullie nog trouwens suggesties hebben voor andere game modes in de server, laat het dan zeker even weten. Misschien dat we die ook binnenkort toe gaan voegen, want we willen er echt gewoon een leuke grote server van maken. Dat lijkt ons heel erg vet. Dus vandaar dat we ook die ranks hebben toegevoegd. Wat ik trouwens ook nog niet verteld heb, is dat je die rank ook gewoon in de survival krijgt. Daarin is hij natuurlijk wel gelimiteerd. Want als je bijvoorbeeld de makke rank hebt en je gaat in de survival spelen, ja, je moet natuurlijk wel een rood of blauw naampje hebben. Omdat het natuurlijk team rood of team blauw is. Dus dan kan je daar niet een eigen kleur aan je naam geven. Maar je hebt natuurlijk wel je rankie ervoor. En dat is super chill. Oh, er zijn nog 3 spelers levend. Ik moet een beetje opletten, jongens. Ik moet een beetje gaan opletten. Oh, oké. Dit is een beetje geglitcht nog. Ja, ik zit in de verkeerde versie te spelen. Dus dan heb je soms een glitch met het bouwen. Ja, hier. Dat heb ik echt super vaak. Oh, dit is naar. Dit is heel naar. Oh, nu heb ik het heel erg. Wat? Oh, hij zit boven me. Hij zit boven me. Dude, waar zit hij? Waar zit hij? Oh my god, ik schoot hem, ik schoot hem. Oké, die wil vechten, die wil vechten, die wil vechten, die wil vechten, die wil vechten. Ik weet niet hoe goed deze gozer is, ik heb geen idee, ik heb geen idee, ik heb geen idee. Ik ga eten, eten. Oké, golden apple, golden apple. Ja, hij heeft geen golden apple, Dus ik heb hem, Kom op, kom op. Nee, ja, ik heb hem. Oh, dat scheelde niks. Hij had geen golden apple. Dat was niet slim van hem. Maar hij had die echt moeten nemen. Oh, gelukkig. Ik heb hem te pakken. Oh, dan ging ik echt bijna de pijp uit, jongens. Heb ik beter armor of zo? Volgens mij niet. Een beter zwaard ook niet. Betere boog ook niet. Oh, de kisten nog een keer gehervuld. Zeg ik het weer. Gehervuld. Ik moet echt ophouden. Misschien kan ik gewoon beter spelen en mijn bek houden. Verder echt troep. Dit heb ik allemaal niet nodig. Kom op, betere gear. Nope. Erg jammer. Zit hier nog iets in. Ja, golden apple. Super chill. Ja, wat het leuke is. In het midden kan je iets vinden. Dat is een slimeball met knockback erop. Oh my god. Oh, nou, hij komt. Jakken weg. En ding is ertussen. Kom op. Ja, hij heeft het al door. Hij heeft het al lang door, deze gozer. Heb ik nog iets wat ik kan gebruiken? Dit is zo spannend. Dit is zo... Oh, hij probeert exact hetzelfde. Dat vind ik een beetje niet origineel van jou, man. Ik vind het een beetje jammer dat hij dat doet. Oké, nou, dit haal ik zo weg, hoor. Dit is zo weggehaald. Hoe gaan we dit even spelen? Want ik wil dit potje winnen. Want ik wil op die leaderboard blijven. Want ik sta nu echt bijna bovenaan overal. Omdat ik al echt al lekker wat potjes heb gespeeld. Ik wil natuurlijk bovenaan blijven staan. Ik kan er gewoon omheen, hè. Kijk dit. Oh! Wat doet hij nou? Gaat hij nou irritant lopen doen? Dat vind ik niet echt leuk. Wacht, ik ga dit allemaal even goed afsluiten. Zodat hij niet mij kan irriteren. Als hij nu hier komt, dan heb ik wel een probleem. Want dan ben ik echt dood. Waar is deze gozer? Wacht, ik kan zijn lava ook mooi even pakken. Oh, ik ga hier sowieso even water neerzetten. Mocht hij me willen pakken, dan pak ik zijn lava even. Kan dat? Ja, dat kan toch? Waar? Oh, dat zit daar boven zeker. Dit is zo spannend. Ik durf niks te doen. Oké, ik zou hem hoog kunnen klimmen. Dat is misschien wel een ideetje wat ik kan doen. Met water. Ja, dat zou best wel goed kunnen. Hij is daarboven ook gewoon bezig met dingen. Ik weet niet wat hij doet.
doet. Oeh, let's go, let's go. Oh! Nee. Gaan we niet doen. Oké, ja, hij haalt het ook alweer weg. Ja, dat was wel slim. Ik heb hem één keer gemapt. Oh, nee, hij haalt mijn water steeds weg. Ja, dat dacht ik al. Daar was ik al bang voor. Ik moest even die bucket vasthouden. Oh, nee, daar gaat hij. Gaan we nou dit doen? Gaan we nou dit serieus doen, jongen? Hè? Gaan we dit doen? Kom, gauw, pak mijn water. Yes, ik heb mijn water. Doen we precies hetzelfde ook even aan de andere kant. Deze gozer, hij wil het echt aan laten komen op het laat. Oh my god. Dit is echt het domst ooit. Wauw. Oké, nou, dat was het eerste potje, jongens. Helemaal top. Iedereen lacht me echt hartstikke hard uit. Effie voor mij in de chat, please. Dat was echt vreselijk, joh. Er zijn zoveel mensen die al nu al spelen. Echt heerlijk dit. Je hebt ook team games heb je natuurlijk, maar dat ga ik nu niet doen, want daar heb ik op dit moment helemaal niet zoveel zin in. Ik wil lekker solootjes. Ik wil hier natuurlijk wel even bovenaan komen te staan. Oké, ik pak gelijk weer mijn kit. Kijk, dit zijn dus al de kits die je hebt. Ik pak gelijk weer de archer kit en dan foto ik weer op geen projectielen. Dat is sowieso hoe dan ook altijd de chillst. En dan gaan we weer, hoor. Oh, dit is wel een leuk mapje. Een klein mapje, dat vind ik vaak chillen. En dan gaan we weer. Let's go. Oké, gelijk alles looten. Je hebt volgens mij 2 of 3 kisten altijd op je eiland. En je krijgt sowieso altijd full armor, zover ik weet. Dus als je niet full armor hebt, dan heb je dus blijkbaar nog een kist op je eiland. Kijk, zoals je ziet, ik heb nu mijn helm en dan heb ik full armor. Een zwaard is nooit gegarandeerd natuurlijk. Power 2 boog, daar kan ik echt wel iemand mee killen. That's really nice. Kijk, ik denk dat mensen sowieso nu al naar het midden gaan bouwen. Dude, ik denk dat ik nog een kist op mijn eiland heb, want ik heb helemaal geen bouwblokken. Nee! Kijk, ik kan sowieso dirt gaan hakken, want ik weet niet waar die laatste kist is. Misschien zijn er ook maar 2 kisten, geen idee. Ik moet wel een beetje opletten dat mensen niet gaan bouwen. Oh nee, daar, kijk, daar bouwt er al eentje, jongens. Daar bouwt er al eentje. Nee, ik wil niet dat je bouwt. Ga niet bouwen, please. Ik wil gewoon even lekker farmen, als je dat oké vindt. Oh. Later. Oh, dat is zo mooi. Kijk, die had dus een enderpearl in zijn kist gevonden. Dat is zo chill als je dat hebt. Kan je gelijk naar het midden toe. Maar hij wilde naar mij toe gaan, blijkbaar. Want ik heb nu ook gewoon geen nickname aan. Dat wil ik niet doen. Ik vind het leuk om juist zo te spelen. Want je kan nu ook echt zien wie echt op jou gaat focussen. Het valt op zich nog wel mee. Hij kan die jump nu al halen, denk ik. Dus ik moet echt heel goed oppassen. Heel goed oppassen. Weet je wat? Ik klim er even omhoog. Oeh, hij gaat het sowieso halen. Met die boog. Ik heb de boog. Ja! Hoppakee! Doei! Hij wist niet dat ik die boog had volgens mij. Dus dat is hartstikke mooi. Maar er staat ook iemand op het midden. En het midden... Oeh, dit is naar hoor. Dit is heel naar. Oh, we zijn nog met z'n tweeën over. Nou, dat wordt een leuke... Oh! Kisten zijn ervuld. Ja hoor, dankjewel. Ik weet niet of hij een enderpearl heeft. Waarschijnlijk heeft hij wel een enderpearl. Oké, ik ga even de beter armor aantrekken gelijk. Yes. Hier beneden kistje nog even looten. Hoppakee. Gaan we dan... Wat zit er op deze boog? Nu zit puntje op. Ik denk dat ik liever power heb. Ja, ik denk eigenlijk niet dat ik hem er snel af kan krijgen. Even kijken. Nou, ik heb nu al een beetje het beste spul aan. Hartstikke mooi. Oh, joh, kijk hoeveel bouwblokken ik nu heb. Lekker, man. Heerlijk. Ik zou ook dat eiland ernaast nog even kunnen looten. Oh, hoe gaan we ooit op het midden komen? Ik heb echt geen flauw idee. Weet je wat? Ik ga gewoon. Let's go. We gaan gewoon. Ja hoor, we gaan gewoon. Oeh, ik heb een enderpearl. Ja hoor. Kijk eens even aan. Dat is echt top. Dat is echt top, joh. Dat vind ik helemaal geweldig. Ik doe net alsof ik geen enderpearl heb. En dan pak ik de punchboog en dan punch ik hem eraf. Kijk. Oh, volgens mij zag je mijn enderpearl. Ik moet echt me oppassen, jongens. We gaan gewoon bouwen. Let's go. Ik heb super veel bouwblokken. Kom op, hij moet even hierheen komen. Kom even vooraan het randje staan. Dan gooi ik die enderpearl achter hem en dan tik ik hem er zo af. Ik heb die enderpearl denk ik niet eens nodig, joh. Ja, misschien heeft hij dus in het midden zo'n slijmbal gevonden met knockback 2. Of dus knockback 10. Dat is dus ook mogelijk. Die kans is super klein. Maar als je die hebt, dan tik je iemand in één keer de hele map over zowat. Dus dat is echt leuk als je dat vindt. Maar ik hoop niet dat hij dat heeft. Oké, ik kan naar het midden. Ik ben bang dat hij zo'n ding heeft. Want anders gaat hij zich niet zo verstoppen, denk ik. We gaan die gewoon even loeren. Oh, ik moet mijn nek zo even vastzetten, denk ik. Hij zit erboven. Gast, wat team? Wat ga je nou, wat wil je nou team? Hij wil teamen. Hier komen Tom, jongen. Ik ga je helemaal kapot maken, jongen. Hè? Ik heb trouwens helemaal geen golden apples. Besef, hè. Besef dat wel even. Oh, hij komt al. Oh, ik wil golden apples. Ik wil echt, please, geef me golden apples. Ja, ik heb golden apples. Oké, daar ga ik al. Wat doet hij? Ja, oké. Golden apple time. Oh, no, dat gaan we niet doen. Ik heb golden apple genomen en dan gaan we. Golden appeltje en dan gaan we. Kom op, go. Ik ben bijna dood. Ja, in de lava. Kom op. Oh, hij heeft een notch apple, dude. Dit ga ik niet winnen. Oké, zit er nog wat in? Hoe raakt hij mij? Wat? Oké, ik ben hartstikke dood. Ik ben hartstikke dood. En ik brand gewoon dood, denk ik. Oké, ik moet hier weg. Later. Ik ben brand gewoon dood. Wat? Ik gooi hem er ook echt overheen.
Nice, ik ben weer dood. Ah! Ik kan het dus ook dag en nacht maken. Ochtend, overdag, s'avonds en s'nachts. Ja, we houden het lekker zo. En dan gaan we dan 3, 2, 1, let's go. Oh, deze map ken ik ook. Deze is best wel chill. Hier heb je 2 kisten op je eiland. Dus we gaan er gelijk voor. Hier eentje beneden. Hoppakee, gelijk naar beneden. Hop, 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 hop. Yes, ik heb een pickaxe. Want die pickaxe heb ik nodig. Want ik heb nog een kistje. Even kijken, hier omhoog. Kom op, hup, hup, hup. Hier zit namelijk nog een kistje. En die kan je niet openen. Want dan moet je eerst dit ding slopen. En dan kan je hem pas openen. Oké, nou, dit trek ik uit, dit trek ik aan. En we zijn klaar voor de strijd. En ik heb sharpness 2 zwaard. Niet het beste. Oh, ik moet weer bouwblokken hakken. Dat heb je soms. Volgens mij, ik denk ook wel dat we dat iets gaan verhogen. Dat je iets meer bouwblokken krijgt. Iets sneller en vaker. Maar anders moet je het gewoon even zelf hakken. Dat is een beetje naar, maar het kan gebeuren. Nou, ik ben wel... Oh, daar gaat iemand al. Oh, nee. Oké, daar komt... Hij komt erachter. Nee! Oh, die miste ik echt net. Dat is... Oh, ja, ik heb hem. Ja, die heb ik gelukkig. En valt hij in het water? Nope. Oké, top. Ja, daar ben ik blij mee. Heb ik in ieder geval een keer iemand gekilled met die boog. Ik ben totaal niet aan het opletten. Ik kan zo makkelijk mensen dan mee killen. Er zijn nog 5 mensen over. Dus we kunnen nog mooi 4 killen natuurlijk. Oh, een ennepul. Waar komt hij heen? Waar gaat hij naartoe? Oh, in de boom. Hij staat in de boom. Deze dude. Look at him. Look at him. Oh, nee. Dit ga je toch niet menen. Ik heb geen golden apples. Oh, hij echt net ging hij. Echt net. Ja, ik ben hartstikke dood hier. Ik ben echt hartstikke dood. Daar komt ook al iemand anders aan. Dus dit is een soort van gekke third party nu. Kom op, ja. Golden apples. En weer terug. En weer terug. Oh, dat is jammer, pik. Dat is dan jammer. Nu heb ik de golden apples. Oh. Ik had dus zo'n idee dat daar golden apples in zaten. Ja, nu pakt hij de rest natuurlijk. Tjonge, jongen. Nu zit ik hier vast. Nu zit ik hier gewoon hartstikke vast. Ik heb nog 6 arrows over. Kist zijn gevuld. Kijk, dat vind ik top. En daar komt hij. Daar komt hij al. Hoppakee, hoppakee. Kom op. Ja, ja, nice. Ik had het wel door, hoor. Hij dacht waarschijnlijk dat ik ging looten. Maar je moet altijd als je gaat looten gelijk weer eruit gaan. Want dan vaak komt iemand al meteen naar je toe. Even kijken. Ik heb protection 3. En mooi. Even kijken. Top. Die is ook beter. Weet je wat? We gaan hier nog gauw even naar beneden. Ik wil meer golden apples. Ik heb er echt veel te weinig. Oké, wat staat er op deze helm? Nope. Dat is ook niet beter. Oké, ik ga gauw weer naar het midden. Wat zit hierin? Even kijken. Oh, ik pak gauw alles. Ik sta hier niet echt chill op het hoekie. Oh, betere boots. Mooi. Dat is hartstikke top. Zit hier verder nog iets? Volgens mij helemaal niks. Kijk, maak even een soort van basis voor mezelf. Of die gast heeft helemaal niks. Ik denk dat hij gewoon een beetje aan het uitdagen is. Ik heb maar 3 arrows, dus die ga ik echt niet schieten. Pas alleen als het moet. Als ik iemand kan killen daarmee. Is hij een enderpearl? Ik weet het niet. Oh, hij heeft een enderpearl. Hij heeft een enderpearl. Oh my god, dat deed hij. Nee, dat deed hij. Nice, deed hij. Nice. Hop, en eraf. Eraf. Dude. En ik zit weer aan mijn dinges te sensitivity te kloten. Oh my god, dan kon ik hem zo makkelijk killen. En dit is zo raar. Voor die opnames, ik win elk potje. En nu ga ik de hele tijd dood. Ik snap er helemaal niks van. GG in ieder geval. Ja, het is hartstikke leuk. Ik ga zo meteen ook gewoon weer lekker de hele middag door Skywars spelen. Want ik vind het oprecht heel erg leuk om te doen. Op de leaderboards gaat het nog wel lekker. Ik sta hier nog mooi bovenaan. Hier tweede, hier derde inmiddels. Bedankt in ieder geval voor het kijken. Check dus de website even in de beschrijving voor de ranks en de informatie. Klik op het duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Dikke doei en dikke later.